Hallo iedereen. Mijn naam is Jean-Louis Jemaas van Skybase. Welkom in een serie die we gaan opnemen over inspecties en drones. En de komende maanden mag ik een aantal interessante sprekers verwachten. Hier in de studio, gerelateerd aan dit onderwerp. En vandaag spreek ik met Cas Beens, oprichter en directeur van H2O Drones. Een bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop en inzet van ROV's. In de volksmond heten ROV's onderwaterdrones. Moest je vragen hebben, laat ons gerust iets weten via ons e-mailadres info@skybase.be. Dat verschijnt hieronder in beeld. Maar ik zou eigenlijk eerst willen beginnen om Karst voor te stellen aan de luisteraars. Dus bij deze Karst, kun jij eens vertellen over jezelf en over jouw bedrijf? Jazeker. Ik ben dus Karst, aangenaam. Ik ben 54 jaar en ik ben het overgrote deel van mijn leven actief in het water, om het zo te zeggen. Ik ben 35 jaar actief geweest in een bedrijf wat ik samen met mijn vader heb gerund. En daarin waren we met name actief in de waterbouw. Ik heb dat bedrijf in 2017 verkocht. En dan komt er een moment waar je 's ochtends denkt, wat moet ik nou eens gaan doen? En dat was ik niet gewoon. En dan ga je eens om je heen kijken. En ik heb het een tijdje rustig aangedaan, maar dat zit niet in mijn... Zit niet in mijn genen als ondernemer. Ik wil graag wat doen en ik wil ook iets neerzetten wat van betekenis is. En toen kwam ik eigenlijk in aanraking met de onderwaterdrones, de kleine ROV's. Daar heb ik een businessplan op losgelaten. En ik heb nu dus, we kunnen nog praten van een start-up. We zijn begonnen in 2019. 2020 was dus ons eerste volle jaar. En van het begin tot nu kan ik zeggen dat we heel veel hebben geleerd. En dat we heel goed beeld hebben. Wat kunnen we met deze machines die we in de handel hebben? Wat kunnen we ermee doen? Wat willen we ermee? Wat is wel reëel om van die machines te verwachten? En wat niet? Daar moeten we ook reëel in zijn. Want we kunnen niet alles. En ik denk dat we nu een product hebben wat we verder aan het ontwikkelen zijn. Wat zich zeker in de toekomst een vaste plaats in het water gaat aanmeten, om het zo maar te stellen. Dus wat we zien, dat we afgelopen anderhalf jaar hebben heel veel getest. Ik praat al over we, omdat we inmiddels met een aantal mensen in het bedrijf werken. Maar we zijn heel veel wezen testen en we hebben bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat in Nederland een heel mooi testprogramma gedraaid. En ja, dat heeft toch wel heel mooi laten zien waartoe deze machines in staat zijn. En de voordelen spreken voor zich. Dus ik denk dat daarmee een eerste stap gezet is naar een mooie toekomst voor deze machines. Maar of iets zo gezegd. Ja, absoluut. Absoluut. En natuurlijk hebben we samen ook al wat toepassingen kunnen verkennen in België bij een aantal potentiële klanten, een aantal partners. Dus dat was ook zeer, zeer interessant. Kan je ons uitleggen wat een ROV precies is en wat hij doet? Ja, dat kan ik. Dan begin ik eigenlijk bij de oorsprong, de ROV. De afkorting staat voor Remotely Operated Vehicle. Dus dat betekent eigenlijk dat je een voertuig hebt wat onder water kan varen, zwemmen, hoe je het maar noemen wilt. En wat op afstand bediend wordt. De oorsprong heeft plaatsgevonden in de offshore, om het zo te zeggen. Daar gebruiken ze al heel lang ROV's om van allerlei werkzaamheden op de zeebodem uit te voeren. Op grote dieptes waar bijvoorbeeld de duikers heel weinig uit kunnen richten. Veelal. En daar worden ze gebruikt voor onderzoek, maar ook voor lastwerk en allerlei aanverwante werkzaamheden. Maar die machines die zijn vaak groot. Die zijn vaak heel duur. En hebben een overkill aan techniek. Daardoor zijn ze natuurlijk zo duur. En voor de inshore en de binnenlandse markt, voor de binnenwateren, zijn die machines niet interessant. Omdat ze ver weg te groot zijn
En omdat ze qua prijs niet interessant zijn. Dus er zijn een aantal mensen geweest die hebben gezegd van joh, wij moeten deze machines gaan ontwikkelen voor de inshore en voor binnenwater. Zodat we daar misschien iets leuks mee kunnen doen. Nou, een van die bedrijven die daar heel erg mee bezig geweest zijn, dat is Deep Tracker. En die hebben nu voor de professionele gebruiker een serie aan machines ontwikkeld. En die zijn heel goed betaalbaar en goed te gebruiken in het binnenwater. Hoe ziet zo'n machine eruit? Het is een machine met 2 of 6 propellers. Afhankelijk van het type wat je hebt. Aan die machine zit een kabel. Die kabel is verbonden met een afstandsbediening op de wal. En vanaf de afstandsbediening kun je dan zien wat je machine ziet onder water. Dus je kunt, je kijkt door het oog van de camera, om het zo te stellen. En je ziet op je beeldscherm wat de camera ziet onder water. Dus je kijkt real-time mee. Nou, aan zo'n machine kun je dan camera's extra hangen, extra verlichting hangen, extra sonar, plaatsbepaling, wat je wilt. Dus je kunt zo'n machine heel erg uitbreiden met allerlei accessoires. En dus eigenlijk wat je doet is dat je onder water data verzamelt. En die data haal je via de kabel, haal je die naar boven en die sla je op tijdens je werk. En die kun je dan later op welk moment dan ook weer hergebruiken of gaan bewerken. Maar daar kun je dus, die machines kun je dus inzetten voor inspecties. Kun je inzetten voor het doen van allerlei werkzaamheden onder water. Bijvoorbeeld diktemetingen. Maar ook om oppervlaktes te reinigen met een hoge drukreiniger bijvoorbeeld. Dus eigenlijk het idee is dat je met deze machines een deel van de werkzaamheden van de duiker gaat wegnemen. Dus eigenlijk vervang je de mens door de machine. En daarmee dien je heel erg de veiligheid, ook in belangrijke mate de kosten. En je hebt in heel veel gevallen heb je gewoon met deze machines veel beter zicht en overzicht dan met een duiker. En in Nederland en in België ook hebben we vaak te maken met omstandigheden waar het zicht onder water niet heel is. En daar passen wij dan een forward-looking sonar toe. Dus eigenlijk kijk je dan door het oog van de sonar, kijk je onder water wat er gebeurt, wat er zich afspeelt, wat er zit. En met die sonar ben je heel goed in staat om in het donkerste water, zeg maar, in het meest donkere water dingen in beeld te brengen. Dat kan een duiker nooit. Ja. Een duiker moet dan werken op de tast. Nou, zo moet je het zien. Wij kunnen met deze machines de duikers niet helemaal vervangen. Maar we kunnen een deel van de werkzaamheden die nu door duikers uitgevoerd worden, of altijd door duikers uitgevoerd zijn, gaan uitvoeren met machines. Daar komt het eindelijk op. Maar dat is dus een hele, ik vermoed een hele dunne scheidslijn. Of dun, er is een scheidslijn waar je zegt eigenlijk van, daar stopt de duiker en daar kan de ROV het overnemen of de duiker assisteren. Hè? Dan vermoed ik ook dat de technologie ook nog in volle ontwikkeling is. Dus wat betekent dat die ROV die vandaag een aantal dingen kan, dat die over een paar jaar of over een paar maanden weer nieuwe dingen kan. Dus wat ik eigenlijk wil vragen aan jou is van, hoe zie jij de evolutie van die ROV's naar de toekomst toe? In welke mate gaan die zich volgens jou nog verder ontwikkelen? Die gaan nog een hele ontwikkeling door. En die ontwikkeling duurt echt 10 jaar. Als ik zie wat er nu allemaal gebeurt, dan zien we eigenlijk per jaar zien we die dingen verbeteren. En als ik alleen al kijk naar de ontwikkeling, de R&D-afdeling bij de fabrikant waar wij dealer voor zijn. Daar werken 10 mensen die doen niks anders dan het ontwikkelen van nieuwe producten. En ik denk dat uiteindelijk deze machines
binnen nu en een aantal jaren, en laten we kijken op het tijdsbestek van 2 tot 5 of 6 jaar, denk ik dat deze machine in staat is om de handen van de duiker over te nemen. En dat de machine zelf in staat zal zijn om met een goede betrouwbare positiebepaling naar een bepaalde positie te varen, daar vast te houden en bijvoorbeeld onder water lastwerkzaamheden te gaan uitvoeren. Of boor, slijpmachines, in principe allerlei toepassingen die je zou willen uitvoeren onder water te gaan doen. Daarnaast denk ik dat deze machines bijvoorbeeld ook een grote rol gaan spelen in de scheepvaart. Om schepen aan de onderkant het vlak van het schip schoon te houden van begroeiing. Wat het schip in principe afremt en dus zorgt voor extra brandstofgebruik. Dus ik denk dat de techniek van de machines is nu al zover dat je er heel goed mee kunt werken. En in principe worden ze nu veelal toegepast als inspectiemachine, om het zo te zeggen. Visueel dan voornamelijk. Sorry? Visueel dan voornamelijk. Ja. Ja, visueel met name. En ik denk dat het in de toekomst uit zal groeien tot een volwaardige working class machine, om het zo te zeggen. Dus waar je ook manipulaties mee kan doen. Dus niet alleen inspecteren, visueel. Ja. Maar je kunt ook handelingen gaan uitvoeren. Ik hoor je ook zeggen, je kunt ook reparaties gaan uitvoeren. Waar vandaag die duiker naar beneden gaat, dat we zeggen, dingen kan waarnemen zonder sonar. Dingen kan voelen en ook manipulatie kan doen, gaat die ROV dat op termijn ook kunnen. Waar hij vandaag voornamelijk visueel bezig is, gaat hij in de toekomst steeds meer taken van die duiker kunnen overnemen. Ja, zonder meer. En wat we nu, als een heel mooi voorbeeld daarbij is, dat we nu op de voorkant van de ROV beschikken we over een grijper. Ja. Dat is een kleine grijper waarmee we spullen kunnen brengen naar een bepaalde positie of waar we spullen kunnen halen van een bepaalde positie of gezonken voorwerpen kunnen helpen te bergen. Die grijper die zal in de toekomst, wat nu al in ontwikkeling is, om voor op de ROV robotarmen te zetten. Dus dat je een paar volwaardige armen voor op je machine hebt staan, waar je straks mee kunt lassen, waar je mee kunt boren, waar je mee kunt slijpen. Wat je maar wilt onder water, waar je bijvoorbeeld een, kijk als ik nu zie, die machines worden bijvoorbeeld ook regelmatig ingezet om een schip aan de onderzijde te inspecteren. Een schip waar het vermoeden is dat er een schade is opgelopen aan de schroef of het roer, wordt dan door zo'n machine geïnspecteerd. Maar stel nou dat het schip een visnet in zijn schroef heeft, is deze machine nog niet in staat om het visnet te verwijderen. Als hij al ziet dat er een visnet zit, kan hij het nog niet weghalen. Daar moet dan een duiker voor ingeschakeld. Dat moment dat dat visnet ook door de machine zal kunnen worden verwijderd, is denk ik een kwestie van 1 tot 2 jaar maximaal. Ja, precies. Dat zijn de meeste behandelingen. Ja. Hey Karst, we zijn eigenlijk een beetje aan het freewheelen ook over de toekomst. Hè. Wat kan die allemaal gaan doen in de toekomst? Maar ik denk dat onze luisteraars ook graag willen horen van hoe zit het vandaag? Heb je een aantal voorbeelden van toepassingen in de, ik zou bijna zeggen in de industrie, die we vandaag al gewoon concreet kunnen inzetten? Of in de infra, in de energie, waarvan je zegt van kijk, dat kunnen we echt al nu al doen. Ja, voorbeelden? Ja, die voorbeelden zijn er zeker. En een voorbeeld wat mij altijd het meest aanspreekt is het inspecteren van natte leidingen. Dus leidingen die altijd vol met water staan, om het zo te stellen. En een mooi voorbeeld daarbij is dat wij een aantal inspecties gedaan hebben op een raffinaderij. Voor een van de grootste olieproducenten en ter wereld. En daar hebben ze bijvoorbeeld een netwerk liggen van 15 kilometer betonnen leidingen. Mm-hmm. En die betonnen leidingen die moeten eens per 10 jaar, meen ik, geïnspecteerd worden. En in het verleden deden ze dus die leidingen in segmenten afsluiten.
leegpompen en vervolgens met een rioolrobot werd een inspectie uitgevoerd. En die hele procedure die nam veel tijd in beslag. Er moesten delen van het productieproces worden stopgezet tijdelijk. En daarmee zijn ook de kosten van zo'n operatie bijzonder hoog. Het water wat er door die leidingen stroomt, want het is stromend water, is afvalwater wat in het proces vrijkomt. Maar ook regenwater werd eraan toegevoegd. En koelwater werd eraan toegevoegd. En wat wij nu afgelopen jaar bijvoorbeeld hebben gedaan, dat we die leidingen gewoon nat hebben geïnspecteerd. Dus wij gingen met de ROV in de putschacht naar binnen. En wij konden met de ROV door heel die leidingen heen zwemmen. Wij zwommen dan van put tot put. Er waren onderlinge afstanden van 200 meter. Maar we hebben ook al wel voorbeelden waar we 800 meter een leiding in kunnen zwemmen. En dan zie je dat je met een hele korte slag een hele mooie inspectie kunt maken zonder dat je het productieproces behoeft te beïnvloeden, zeg maar. Ja, precies. Precies, een maximale uptime eigenlijk. Hè? Dus, ja, dus dat was wel een heel mooi voorbeeld. En we hebben ook in een warmtenetcentrale hebben we koelwaterleidingen geïnspecteerd. Ja, en dat waren leidingen die gingen naar een kanaal. Er waren leidingen van 2 bij 1 meter. En die waren nog nooit verder dan 10 meter geïnspecteerd. Omdat dat altijd in het verleden met duikers gebeurde. En die leiding die kon simpelweg niet droog worden gepompt. Maar daar hadden ze nooit meer dan 10 meter geïnspecteerd van de 400 meter tot het kanaal, zeg maar. Ja, ja. Die leiding hadden we nu binnen 1 dag compleet geïnspecteerd met de ROV om er gewoon doorheen te zwemmen. Dus dat waren wel heel mooie voorbeelden waar zo'n ding echt goed van pas komt. En wat een ander mooi voorbeeld is. Kijk, een duiker is beperkt in diepgang. Dus als de duiker dieper gaat dan 15 of 20 meter, ik weet het niet exact hoeveel het is, dan moeten ze met decompressietanks gaan werken. Dan mogen ze maar een hele beperkte tijd beneden zijn, onder water op die grote dieptes. Ja, en daar heb je natuurlijk met zo'n ROV geen last van. Wij kunnen tot 300 meter diep probleemloos duiken. Precies. Hey, wat wij zien, Karst, binnen Skybase, is dat als je bij een klant komt. En je komt daar met, we zijn natuurlijk gegroeid vanuit luchtdrones, hè, initieel. En je komt bij een klant dat je dan niet altijd wegkomt alleen met je luchtdrones. Dat je vaak combinaties moet gaan maken. Dus lucht, water, soms vaste toestellen of robots, crawlers. Hè. Je moet een mix maken. Wat ik eigenlijk heel interessant vond, is hoe je dan eigenlijk die combinaties gaat maken. We hebben denk ik het mooiste voorbeeld gezien bij bruginspecties. Waar we dan de bovenkant, het bovenwaterstuk, doen met luchtdrones. En het onderwatergedeelte doen met ROV's. En ook het opwaterstuk. Misschien kun je daar iets over vertellen van, ja, weet je, de bevindingen die we daar hebben vastgesteld over die onderwater- en die opwaterinspecties bij die brugpijlers en bruggen die we gedaan hebben? Ja, nou ja, dat is een ideale combinatie natuurlijk. Omdat je bij het samenvoegen van de lucht- en de onderwaterdrones kun je gewoon het complete pakket in beeld brengen. En zeker. Wat je dus onder water in beeld brengt en wat je boven water in beeld brengt, kun je perfect aan elkaar koppelen. En dan heb je eigenlijk de totale constructie volledig in beeld. Het komt bij dat we hebben een spoorbrug, de funderingen van een spoorbrug gezien. En dat was op een getijde rivier waar behoorlijk stroming stond. En totaal waar het zicht eigenlijk niet heel was. Ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld. Hoe je met zo'n onderwaterdrone die pijlers onder water heel mooi in beeld kunt brengen. En als je dat vanaf de waterlijn dan doortrekt naar boven toe. En de onderkant, de bovenkant en de zijkanten van de brug pakt.
Ja, dan heb je als asset manager heb je in één keer je asset volledig in beeld. Ja, ja. Dat is... goed. Ja, nee, zeker. Zeker. Wat je ziet is dat asset managers vaak zeggen van kijk, dat is allemaal heel leuk, hè? Drones, ROV's, hè? Klinkt heel sexy. Is heel hot. Maar ja, wat ga je me nou eigenlijk geven? Hè? Dus je hebt zo'n inspectie gedaan met allemaal gerobotiseerde toestellen. Maar wat krijg ik dan in handen? Ja, hoe zie je dat? Hoe vind jij of hoe presenteer jij de data aan jouw klanten die dan uit die ROV-inspecties komen? Wat zijn daar de meest gebruikelijke technieken voor of methodes? Of... Nou, wat wij doen is dat we de data verzamelen van zowel video als sonarbeeld. En ook de sonarbeelden kunnen we omzetten naar videobeeld. Uit de video of sonarbeelden kunnen we dus ook stills halen, kunnen we foto's halen. En ja, die informatie kunnen we verwerken in rapportages. En als er een tekortkoming wordt gesignaleerd, kunnen we die tekortkoming ook qua afmetingen samen gewoon duidelijk in kaart brengen. Dus op het moment dat we in een natuursteenconstructie een scheur waarnemen, dan kunnen we inzoomen op die scheur en dan kun je ook herleiden hoe breed is die scheur, hoe groot is die. En dan zal dat misschien niet direct heel erg belangrijk zijn, maar ga je dan over een jaar of over twee jaar weer een inspectie doen, dan kun je die scheur wel monitoren. Want je kunt dus vastleggen op welke positie die scheur zat, je kunt vastleggen hoe groot die scheur was. En ja, afhankelijk van de situatie kunnen wij, dat is ook maar net wat we wilden opdrachtgever zelf. Wij brengen eerst in kaart wat er zit. En als de opdrachtgever zegt van ja, we willen ook graag een advies, dan kunnen we dat ook uitwerken. En dat kan allemaal in één rapportage. Er komt altijd een schriftelijke rapportage, zeg maar, uit de inspectie. Dus en in die rapportage wil je vastleggen wat essentieel is en wat voor de asset manager belangrijk is. En als je een hele brugconstructie inspecteert en je ziet maar één scheur, dan wil je juist op dat element wil je gaan richten. Ja, dus, ja. Ja, en dan die GPS-positionering of die bepaling van die scheur of van dat anomalie. Hoe gaat dat dan? Je zit onder water, je hebt waarschijnlijk geen GPS-verbinding onder water. Hoe werkt dat dan? Onder water heb je nu inderdaad, dat merk je terecht op, heb je geen GPS-verbinding. En het is hetzelfde dat je onder water geen wifi hebt, zeg maar. En daar wordt dan gewerkt met hydrofoons. Dus er wordt een zogenaamde USBL-installatie gemonteerd of als accessoire toegepast op de onderwaterdrone. En dat betekent dat je in het water hang je een aantal microfoons die communiceren met de ROV. En dan zitten daaronder zitten een aantal softwareprogramma's en die passen een algoritme toe die daar bekend worden. En op die manier kun je dus middels een vaste positie die je op de wal hebt in de GPS, want op de wal heb je natuurlijk wel goede GPS-verbinding, dan staat dat met elkaar in verbinding. En op die manier wordt dan de GPS-positie redelijk nauwkeurig bepaald. Ik zeg erbij redelijk, omdat het niet tot op de centimeter werkt zoals we boven water gewend zijn. Mm-hmm. Wat nu is toegevoegd als verbetering, dat is een zogenaamde DVL. En dat is een extra toepassing, die zit onder de machine. En die meet continu afstanden tot bodem, tot vaste objecten. En die bepaalt ook zijn positie op basis van de snelheid van de machine en het kompas. En die communiceert dan weer met de GPS-verbinding. En die twee samen, die zorgen momenteel voor de meest betrouwbare positie. En die DVL, die zal in de toekomst ook worden ingezet om een machine te programmeren. Dat je dus op voorhand de X, Y, Z-posities programmeert waar je heen wilt. En dan wordt daar in die samenvoeging
zeg maar, in dat samenstel maakt het in staat om de machine zelf zijn rondje te laten varen. Dus ook daarin zie ik gewoon heel veel ontwikkeling afgelopen jaar, anderhalf jaar. In die plaatsbepaling, dat is over een jaar is dat gewoon perfect. Wat je eigenlijk ziet is bij die luchtdrones, een van de voordelen is dat je inderdaad heel gericht positiebepaling kan doen. En dat je dan beelden over de jaren heen kan vergelijken. Je kan eigenlijk een verschildetectie gaan doen. En ik hoor jou ook zeggen van kijk, dit is eigenlijk ook de toekomst in de ROV's. Vandaag bestaat het al, maar het gaat alleen nog maar verbeteren dat je die beeldvergelijking kan gaan doen. Dus dat lijkt me heel interessant. Hey, wat we ook zien, en ik ben altijd een beetje de koppeling aan het maken met die luchtdrones naar de ROV's. Omdat we de techniek loopt bij de ROV's een klein beetje achter. Maar waarschijnlijk, zeer zeker, zal die techniek die we zien bij de luchtdrones ook bij de ROV's komen. En wat we daar zien is vooral 3D-modellering. Dus dat klanten 3D-modellen vragen, dat ze na een inspectie eigenlijk op zo'n 3D-model compleet digitaal door hun asset kunnen gaan lopen. En kunnen gaan kijken waar er dan eventueel defecten zitten. En dan worden dan weer annotaties opgemaakt op die 3D-modellen. Hoe zit dat bij de ROV's? Dat is bij de ROV lastiger. En dat heeft te maken omdat je dus die 3D-modellen, die win je uit een fotogrammieprogramma. Dus eigenlijk plak je alle fotootjes aan elkaar en daar laat je een programma overheen lopen en die maakt er een 3D-model van. Precies. Als je dat onder water doet, en dat is onze ervaring, we hebben heel veel programma's al geprobeerd, we hebben daar mensen op zitten die daar onderzoek in doen. Daar werken we samen met universiteiten en met hogescholen, om te kijken hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen. Het is mogelijk, maar het vergt nog heel veel tijd. En dat komt met name omdat er in het water altijd zwevende organismen zijn. In de vorm van begroeiing. Er zit altijd, als je in het water een lamp aanzet, zeg maar, dan zie je altijd een mist aan kleine deeltjes, zwevende delen voorbij komen. En die zwevende delen die zorgen voor zoveel verstoring in zo'n softwareprogramma, dat het heel moeilijk is om daar een volwaardig model van te maken. En wat je dus in de praktijk ziet, het kan. Je kunt alles maken. En op internet zie je de mooiste plaatjes voorbij komen van mooie modellen. Maar uit ervaring weet ik dat die modellen heel vaak met de hand samen worden gesteld. En dan denk ik van ja, dan streeft het, of dan ga je het doel voorbij. En wat dan heeft het weinig zin. In sommige gevallen is het voor ons interessant, zover zijn wij nu. Stel dat we een duiker inspecteren. En we zien in die duiker een afwijking in de vorm van een scheur of een verzakking of wat ook. Dan gaan we ons specifiek op dat deel gaan we ons richten. En dan kunnen we daar een 3D-model van maken. Dus dat betekent dat op het moment dat een duiker in goede staat is bevonden en er zitten verder geen tekortkomingen, dan heeft het eigenlijk ook niet zo heel veel zin om er een 3D-model van te maken. Want kijk, in de praktijk is het toch zo dat in 99 van de 100 gevallen de opdrachtgever weet wat er onder de grond zit. Dat ze tekeningen of plannen ervan hebben, hoe het er in het verleden is gebouwd. Dus in heel veel gevallen is bekend wat er zit. Dus voegt het 3D-model niet zo heel veel toe. En als je dat dan, als je dan kijkt van je zegt van ja, ik wil de tekortkomingen wil ik in beeld brengen en dat in 3D-model, ja, dan heb je wel weer, dan heb je gewoon een live beeld van bijvoorbeeld een scheur of een schade of wat ook. En dan is het wel weer interessant. Maar het vergt nog heel veel tijd. En ik denk dat het zeer zeker in de toekomst heel gemakkelijk omgezet wordt naar 3D. Maar op dit moment denk ik dat de software nog niet helemaal zo ver is om dat soepel te laten verlopen. Uiteindelijk moet dat zo van je harde schijf rollen, zeg maar. Op het moment dat dat is wat wenselijk is. Ja, ja. En wat je nu ziet, dat de techniek zo ver is, dat programma's daar soms 2 dagen over moeten denken om een scheur van 1 meter bij 3 meter in beeld te brengen samen. Mm-hmm. Dus het is nog niet echt
heel erg bevorderlijk zijn, maar voor de kwaliteit op dit moment. Nee, precies, precies. Oké, nee, ik denk dat we een heel mooi beeld hebben, Karst, van de mogelijkheden van de ROV's. Ik onthoud vooral dat de techniek vandaag al op een niveau is dat we ze perfect kunnen inzetten voor het inspecteren van bepaalde type assets. Dat ze ook heel mooi te combineren zijn, de ROV's, met andere captagetechnieken zoals luchtdrones of vaste sensors of camera's of crawlers. Dat we de data ook heel goed kunnen verzamelen op bijvoorbeeld asset inspectieplatformen om uiteindelijk een heel mooi beeld te gaan creëren voor de klant en voor de asset owner die dan gemakkelijk zijn inspectie kan bekijken. Dus ik vond het in ieder geval heel interessant. Ik wil eigenlijk nogmaals de luisteraars oproepen van moesten er vragen zijn, stuur gerust een mailtje naar info@skybase.be. Dan gaan we die vragen zo goed en zo eerlijk mogelijk beantwoorden. Ook goed kijken van welke toepassingen zijn er mogelijk en welke niet. Dus in ieder geval bedankt aan iedereen om te luisteren en tot de volgende keer.